Ja, 20 jaar geleden was Bonaire heel erg paradijs. Het is nog steeds paradijs, maar het was toen echt heel rustig en niet veel te koop hier. Dus ik ben begonnen met dingen voor mezelf te maken en ik ontdekte drijfhout. Ik schilderde altijd al. En toen ik het drijfhout ontdekte, toen ben ik meubels gaan maken en vrienden vonden dat geweldig en die wilden dan van me kopen. Ik dacht, oh, oké, leuk. En zo is het eigenlijk begonnen. En er waren niet zoveel voor dingen voor toeristen. En die tijd was ik de enige die lokale dingen maakte met lokale materiaal voor toeristen. En toen ben ik heel stout geweest, heb ik een vergunning gaan aanvragen om op de haven te zitten met een tafeltje met mijn kunst. Ja, dat kreeg ik toen en was geweldig. Was zo leuk. Hij was toen de enigste. Toen was ik echt de enige, ja. Ja, 20 jaar geleden, hoe gaat het tot nu toe? Nou, in die 20 jaar is natuurlijk heel wat kunst verder. Is het elk jaar goed te gaan. Ja, geweldig. We leven nu toch een pandemie. Hoe is het gegaan gedurende deze pandemie? Ja, dat is een dingetje. In het begin was natuurlijk, de KLM mocht hier niet meer komen. En toen heb ik gelukkig hulp gekregen. Dus I survived. Maar nu gaat het weer goed. We zijn weer pokken pokken. Klanten aan het komen en het gaat goed. Klanten, wie zijn uw klanten? Ja, de klanten, dat is heel divers. Ik heb een paar lokale klanten. Ik heb toeristenklanten natuurlijk, vooral voor kleine schilderijtjes en kleine signs. De grootste van mijn klanten zijn mensen die hier een tweede huis hebben. En die willen dan een beetje een beachlook geven. En dan komen ze hier voor grotere dingen om hun huis in te richten. Maar momenteel ben je niet op het markt meer. Nee, want toen wilde een grotere winkel in de stad wilde mijn dingen wel verkopen. En toen zei onder één voorwaarde dat ik niet op de markt ga staan. Ik zei, jee, helemaal goed. Dus in de stad verkopen ze mijn bordjes, mijn signs en mijn kleine schilderijtjes. En ik kan gewoon hier thuis blijven werken in mijn atelier. We hadden net een gesprek. Je zou toch graag willen dat lokale mensen in de toekomst jouw systeem van werken gaat volgen. Ja, dat klopt. Ik vind het heel jammer dat weinig lokalen komen hier kijken. En ze hoeven niet eens te kopen, maar ik zou het heel leuk vinden als lokalen gewoon komen kijken voor inspiratie. Want er is zoveel te doen met de lokale afval eigenlijk, kan je het noemen. En er ook nog van leven, weet je. Dus het is win-win eigenlijk. Nou, als boodschap sowieso, doe altijd wat je het mooiste vindt en het leukste vindt om te doen. En automatisch ga je ermee geld verdienen.